Het brein achter de aanslagen in Parijs is gedood, melden Belgische en Franse media. Hij is vanochtend tijdens een grote antiterreuractie in een voorstad van Parijs waarschijnlijk doodgeschoten. En verder in het nieuws vandaag. Als bedden voor asielzoekers op zijn, moeten sommigen maar op straat slapen. Het is een noodplan van het kabinet. En ook nieuwe cv-ketels zijn niet altijd veilig. Goedenavond. De belangrijkste verdachte van de aanslagen in Parijs zou zijn omgekomen bij een grote politieactie vanmorgen net buiten de Franse hoofdstad. Tenminste, dat melden verschillende media. Maar de Franse justitie zegt net dat ze nog niet weten of hij een van de terroristen is die bij de actie zijn gedood. Het begint allemaal vanmorgen in alle vroegte in de Parijse voorstad Saint-Denis. De Franse politie heeft het brein achter de aanslagen letterlijk in het vizier, denken ze. Antiterreureenheden vallen een appartementencomplex binnen. Even lijkt het oorlog. Geweerschoten en explosies midden in een woonwijk. Zeven uur lang duurt de operatie, die begint met een inval in een appartement en die eindigt in een vuurgevecht tussen terroristen en de politie. Et je me suis caché, j'ai essayé d'y aller aux toilettes, mais puisqu'il y avait des explosions, j'entendais le toit des toilettes qui allait exploser. Et je suis sorti des toilettes, j'ai essayé de me protéger avec la porte des toilettes, la porte de la chambre. Et on est resté comme ça avec mon bébé. Vraiment, on voyait des balles, on voyait des lumières, des lasers qui venaient vers nous. Et vraiment, il y avait des explosions. Hein. On sentait vraiment l'immeuble qui bougeait. De Nederlandse Anouska Wielink woont in Saint-Denis en is erg geschrokken door de inval van afgelopen nacht. Dat het zo dichtbij is en ook dat er dan gezegd wordt je moet binnenblijven. En dat vond ik heel heftig, dat gevoel. Je weet niet wat er gebeurt en ik ken dat niet. Ik ken niet dat gevoel. Kalasjnikovs, een bomgordel. De verdachten hier waren tot de tanden bewapend en beten fel van zich af. Vijf Franse politieagenten raakten bij de inval gewond. Maar de zware wapens tonen bovendien aan hoe vastberaden Frankrijk's tegenstander is om het land opnieuw hard te treffen. Het doel van de inval? Deze man vinden. Abdelhamid Abaoud. Hij zou het brein zijn achter de aanslagen van afgelopen vrijdag. De politie arresteert uiteindelijk zeven verdachten. Ja, Abdelhamid Abaoud, Ron die noemde hem al. Om hem gaat het allemaal. Hij zou de leider zijn van de groep die de aanslagen pleegde. Hij vertoont zich graag op sociale media. Zoals hier in het online glossy magazine van IS. De 27-jarige Abdel Abaoud, ook wel bekend als Al-Belgiki, oftewel de Belg. Met een glimlach in de strijd, maar vaak met een gruwelijke boodschap. Avant, subhanallah, wat ga ik dit jetski, des quads, des motocross, des grosses remorques, remplies de bagage, remplies de cadeaux pour aller en vacances. Subhanallah. Maintenant, alhamdulillah, fissabilillah, dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on traque les mourdades, les koufars, ceux qui nous combattent, qui combattent l'islam. Media geniek, populair en ongetwijfeld een inspiratiebron voor islamitische jongeren in Europa die overwegen mee te vechten bij IS. Zelfs zijn 13-jarige broertje wist hij over te halen om naar Syrië te komen. De druppel voor de familie die niets meer met Abdelhamid te maken wil hebben. Allahu Akbar! Hij groeit op in de Belgische wijk Molenbeek, zoon van een Marokkaanse kruidenier. Tijdens zijn jeugd raakt hij bevriend met de gebroeders Abdeslam. Twee van de daders van de aanslagen in Parijs. In 2014 voegt hij zich bij IS in Syrië. De afgelopen maanden werd Abaoud wel vaker in verband gebracht met aanslagen. Zo zou hij contact hebben gehad met de man die een aanslag probeerde te plegen in de Thalys. En werd hij genoemd als brein van de verijdelde aanslagen in het Belgische Verviers. In Brussel wordt hij nog wel veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar... voor het ronselen van jongeren voor de jihad. Bij verstek. Ja, natuurlijk. Quelque chose meilleur que le jihad fisabilillah ou le martyr fisabilillah. En we gaan naar Ron Linker. Jij was er vanmorgen vroeg al bij in Saint-Denis. Ze wisten dus misschien waar Abaoud zat, maar is hij nu gedood of niet?
Ja, dat blijft op dit moment onduidelijk. De Franse justitie heeft een persconferentie gegeven. En daar zei de procureur dat ze op dit moment de identiteit van een van de omgekomen verdachten die hier is omgekomen, dat ze die identiteit nog niet hebben vast kunnen stellen. Duidelijk is wel dat er 8 personen zijn gearresteerd. En onder die 8, daar zat hij in ieder geval niet. Dus het blijft onduidelijk of Abaoud hier nou is omgekomen, ja of nee. Ja, hoe kwamen ze deze mensen op het spoor? Ja, het is eigenlijk heel snel gegaan. Afgelopen maandag tegen 4 uur kwam het bericht binnen dat Abaoud op Frans grondgebied zich zou bevinden. En wel in dit appartementencomplex hier in Saint-Saint-Denis. Ze zijn onmiddellijk met de politie daar naartoe gegaan. Dinsdagochtend om 4:30 kwamen ze daar dus aan. En toen hebben ze dus vanochtend vroeg in het holst van de nacht die inval gedaan. En ze stuiten natuurlijk op zware wapens, Kalashnikovs. Ze vonden ook een bomgordel. Kortom, alles wijst erop volgens de Franse justitie dat deze mannen, deze groep van 9 personen tenminste, dat die op het punt stond om een nieuwe aanslag te plegen in Parijs. Oké, is er enig idee wanneer er duidelijkheid komt of het Abaoud was of niet? Nou, kijk, het is zo dat ze, neem ik aan, DNA-materiaal hebben afgenomen van de lijken die ze daar hebben gevonden. Dat zal moeten worden onderzocht en vergeleken. Dat kan een paar dagen gaan duren. Intussen gaat het onderzoek hier in het appartementencomplex ook gewoon door. Afgelopen 30 minuten hebben we 2 luide knallen gehoord. Bleek dat het de explosieve opruimingsdienst was die bezig was om het appartementencomplex te doorzoeken. En die uit voorzorg een paar verdachte pakketjes heeft opgeblazen. Ron, dankjewel. In de Duitse stad Hannover waren ze vanochtend juist aan het bijkomen van hectische uren gisteravond. De vriendschappelijke voetbalwedstrijd Duitsland-Nederland werd op het laatste moment afgelast, omdat er meerdere verdachte pakketjes werden gevonden. Niet alleen Frankrijk en België, ook de Duitsers hebben dus te maken met de dreiging van terreuracties. Terreurangst, bommenangst, de krantenkoppen spreken boekdelen. En het had juist een demonstratie van solidariteit moeten worden, die wedstrijd tussen Duitsland en Nederland. Het Franse volkslied zou gespeeld worden, maar het liep allemaal anders. Es wurde viel Tamtam gemacht und am Ende wurde es abgesagt und dadurch haben wir eigentlich wieder verloren, also 2-0 für die Terroristen. De autoriteiten geven geen details over de terreurdreiging, maar roepen de bevolking wel op om niet toe te geven aan de angst. Wir wollen uns treffen bei großen Veranstaltungen. Wir wollen ins Bundesligastadion, wir wollen auf Weihnachtsmärkte, wir wollen ins Theater gehen. Wir wollen uns auf Marktplätzen treffen, wir wollen Volksfeste feiern. Und das wird so bleiben. In Hannover gaan ze vandaag gewoon verder met het opbouwen van de traditionele kerstmarkt. En ook de voetbalwedstrijden dit weekend gaan door. Want, zo zei de Duitse minister, op de lange termijn wint vrijheid het altijd van terrorisme. En Jeroen Wollaars is nog in Hannover. Ja, wat weten we nu 24 uur later over de achtergrond? We weten dat er gistermiddag een tip binnenkwam afkomstig van een bevriende geheime dienst uit het buitenland. Een tip dus aan de politie hier in Duitsland. Een tip dat er binnen 48 uur een aanslag gepleegd zou kunnen worden op een groot sportevenement ergens in Duitsland. Nou, deze informatie werd heel snel, heel concreet en richtte zich volgens de autoriteiten op die wedstrijd die gisteravond gespeeld zou kunnen worden. Toen hebben ze heel snel gehandeld, hebben ze besloten de politie hier te bellen. Er werd een kort telefoongesprek. 2 woorden hebben ze gewisseld. Sofort abzagen, direct annuleren. En dat is gebeurd. Oké, en wat waren dat dan precies voor tips? Of was het 1 tip of meerdere? Ja, dat is de grote vraag en dat blijft op dit moment onduidelijk. De autoriteiten willen daar niets over zeggen uit veiligheidsoverwegingen. Maar, zeiden ze vanmiddag op een persconferentie, we moeten ze geloven dat het absoluut serieus was. Wenn es concrete hinweisen gibt, wenn es ein konkret beschreibbares risico gibt, dann muss der Schutz von Menschenleben Vorrang haben. Von daher ist das immer wunderbar hinterher für den einen oder anderen zu bewerten. War ja gar nicht nötig, ist ja nichts passiert, sie haben ja nichts gefunden. Aber wir wissen eben nicht, was passiert wäre, wenn wir nicht abgesagt hätten. Hoe reageren de Duitsers vandaag? Ja, toch wat gespannen. Je zag het al in het verslag, je ziet het ook hier. De kerstmarkten staan weer voor de deur. Grote publieksevenementen worden er georganiseerd. En de Duitsers horen eigenlijk 2 dingen. Aan de ene kant zegt die minister van Binnenlandse Zaken, leef je leven, doe wat je gewoon doet. Aan de andere kant hoorden ze vandaag ook het hoofd van de Duitse inlichtingendienst zeggen dat als IS het zou lukken, dat ze zeker een aanslag zouden plegen in Duitsland. Dat Duitsland doelwit blijft. Ja, die 2 boodschappen maken veel mensen toch nerveus. Jeroen, dankjewel.
En de vraag is natuurlijk of er in Nederland ook iets verandert na gisteren. Evenementen met veel publiek, voetbalwedstrijden, concerten gaan gewoon door, maar soms wel met extra beveiliging en strengere controles. Over een uur speelt de Britse band The Prodigy in de Ziggo Dome. Concertorganisator Mojo laat alle geplande evenementen doorgaan. Wel is de controle aan de deur strenger. De bandleden vroegen daar vandaag ook zelf om. En die hebben gezegd van ja, wij willen liever niet dat de rugtassen mee naar binnen gaan. De schoudertassen mogen nog wel, maar niet grote tassen. Nou ja, dan gaan we dat natuurlijk meteen doorvoeren. En over de beveiliging bij drukke evenementen is nauw overleg met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Er wordt vooralsnog dus niets afgelast, want op dit moment zijn er geen concrete aanwijzingen dat het gevaar groter is dan voor de aanslagen in Parijs. Natuurlijk moeten mensen naar een popconcert gaan. Natuurlijk moeten mensen naar voetbalwedstrijden gaan. We hebben ook contact met grote evenementenorganisaties. We hebben ook contact met de KNVB om te kijken of er bijvoorbeeld in de toegangscontrole nog net een extra slagje bovenop kan in die beveiligingsmaatregelen. Zodat uiteindelijk ook een ongestoord verloop van een concert, van een voetbalwedstrijd kan plaatsvinden. Ja, het gaat nu al dagen over terreur natuurlijk. Maar er zijn ook nog steeds de problemen met asielzoekers. Die zijn zo groot dat het kabinet vergaande scenario's onderzoekt. En dit is er zo één. Als er straks geen bedden meer zijn om asielzoekers op te vangen, worden ze de straat opgestuurd. Althans, de mannen die alleen naar Nederland zijn gekomen. Dat blijkt uit een notitie die de NOS heeft gelezen. Het is een uiterste noodmaatregel. Al maanden probeert het kabinet te zoeken naar opvangplekken voor asielzoekers. Dat de nood hoog is, bleek toen het Drentse dorp Oranje werd gedwongen om asielzoekers op te nemen. Het kabinet laat nu een vergaand scenario voorbereiden als er straks echt geen opvangplekken meer zijn. Alleenreizende mannelijke asielzoekers moeten dan de straat op met wat zakgeld om voor zichzelf te zorgen. Toch vinden de regeringspartijen het idee niks. Dan krijg je veiligheidsrisico's op straat. We weten niet wie die jonge mannen zijn qua achtergrond, qua veiligheidsrisico's. Dan kunnen we beter zeggen, u komt gewoon überhaupt het land niet in. Dat lijkt me beter dan dat we ze eerst binnen laten komen en dan op straat laten zwerven. Nou, we zijn nog het enige land in Europa waar dat niet hoeft. Waar mensen dus niet op straat slapen, waar ze gewoon onderdak krijgen. En wat mij betreft blijft dat zo. Geen goed plan. Nee, dat zou echt het slechtst denkbare scenario zijn. Ook de politie heeft het plan ten strengste afgeraden, omdat het kan leiden tot grote onrust. En ook gemeenten zien niets in de plannen. Naar Ron Vrezen, ja, gaat dit misschien echt gebeuren dat mensen op straat moeten slapen? Nou, niet zomaar. In het land hier is eigenlijk alles erop gericht om juist dat te voorkomen. Het motto van de VVD en Partij van de Arbeid is eigenlijk steeds geweest: hier in Nederland slaapt niemand onder de brug. Je moet het dus vooral zien als een scenario in de categorie: je moet op alles voorbereid zijn. En het toont vooral aan hoe hoog de druk elke dag is. Elke dag probeert men voldoende opvangplaatsen te regelen. Dat lukt tot nu toe steeds elke dag. En daarom hopen VVD en Partij van de Arbeid dus ook dat dit scenario ook echt in de la kan blijven. Ja, en dan nog even dat andere plan om het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt in te dammen. Europa wordt het maar niet eens over een gezamenlijke aanpak. En daarom wil Nederland het desnoods met de buurlanden regelen. Al maanden kent Nederland een hoge asielinstroom. Om die stroom aan te kunnen zijn allerlei maatregelen bedacht. Een serieuze variant die nu op tafel ligt is mini-Schengen. Schengen bestaat uit deze landen waar vrij verkeer van goederen en personen is. Aan de buitengrens is bewaking en zijn er paspoortcontroles. Nu is het idee dat een beperkt aantal landen samen hun landsgrenzen strenger gaan controleren. Er lopen gesprekken, maar Duitsland is nog niet overtuigd. De VVD in Nederland wel. Dat je dan nadenkt over hoe gaan we de grenscontroles intensiveren met een beperkt aantal landen die hetzelfde probleem hebben, dat lijkt me dan een logische stap. Maar de PvdA is voorzichtiger en noemt het een goed alternatief. Waarom bent u zo huiverig? Ja, omdat je dan toch je terugtrekt in een deel van Europa. Terwijl de oplossing natuurlijk moet komen van het gehele Europa. Dus liever niet? Liever niet. Nee, liever niet. Schengen in het klein, hoe haalbaar is dat? Dit is vooral een plan in de categorie wat gaan we doen als het toch niet lukt om in heel Europa tot afspraken te komen voor een strengere bewaking van de buitengrenzen, het verdelen van asielzoekers. In dat geval vindt Nederland moet je voorkomen dat het dan alles iedereen voor zich maar wat gaat regelen. En dus moet je proberen dan toch een soort samenwerking met landen overeind te houden. Vandaar dat er dus al langere tijd met onder andere landen als Duitsland, Oostenrijk en België gesproken wordt over zo'n alternatief. En dat kan ingrijpend uitpakken, want het kan dus zijn dat die landen op een gegeven moment gaan zeggen: oké, wij gaan zelf onze grenscontroles regelen en we gaan asielzoekers die uit andere landen komen terugsturen naar die landen waar ze zijn binnengekomen. En zitten de regeringspartijen, VVD en PvdA, zitten die op één lijn?
Niet echt helemaal. De VVD zegt, het is eigenlijk een prima plan. Dat komt heel erg in de buurt van wat ze zelf ook vinden. En de Partij van de Arbeid heeft vooral zoiets, nou liever niet. Het moet toch vooral in Europa lukken. En het zou kunnen zijn dat dit plan de druk op de rest van Europa ook weer vergroot. Want stel je maar eens voor, Duitsland en Nederland nemen nu heel veel asielzoekers binnen. Wat zou er gebeuren als die landen zouden zeggen, we gaan strengere controles invoeren en we gaan asielzoekers terugsturen naar andere landen. Dus die zullen de druk voelen van het feit dat dit plan mogelijk ook op tafel komt te liggen. En daar hoopt men dus op dat het uiteindelijk niet nodig hoeft. Ron, dankjewel. En dan de belastingverlaging die ons voor volgend jaar is beloofd door het kabinet. De chaos rond dat plan is inmiddels compleet. De stemming in de Tweede Kamer was een belangrijke deadline. Daarvoor moesten er voldoende partijen aan boord zijn om het belastingplan later ook door de Eerste Kamer te krijgen. D66 is tegen, de SP ook en de PVV, net als GroenLinks, de ChristenUnie en zelfs de SGP. Alleen het CDA stemt in met het plan van VVD en PvdA. Onbegrijpelijk dat sommigen de eigen wensen blijkbaar belangrijker vinden dan belastingverlichting voor zoveel Nederlanders. De rekensom voor de Eerste Kamer klopt nog niet. Toch blijft Wiebes optimistisch. Hier had u het moeten regelen en u heeft het niet geregeld. Waarom ik optimistisch blijf? Omdat optimisme ten eerste mijn aard is, maar ten tweede de enige manier om dit te redden. Wie is voor het wetsvoorstel? Als partijen in de Eerste Kamer hetzelfde stemmen, wat normaal is, dan gaat de belastingverlaging niet door. Volgens het kabinet gaan bijvoorbeeld ouderen en alleenstaanden er dan zelfs op achteruit. Het is toch ook eigenlijk niet te geloven dat we het hier in een gezond politiek klimaat niet eens zouden kunnen worden over belastingverlaging. Ja, maar het is wel zo, is al 3 maanden is dat het geval. Ik ga daar gewoon mee door. De Belastingdienst is al volop bezig met volgend jaar. Miljoenen mensen zullen waarschijnlijk te maken krijgen met naheffingen door dit politieke gedoe. Maar het kabinet zwoeg door, ook in de extra tijd, in de hoop het allemaal toch nog geregeld te krijgen. Dit soort oude gijzers, je ziet ze bijna niet meer, net als oude verwarmingsketels, zoals hier op zolder. Omdat ze veel te gevaarlijk zijn vanwege het gevaar op koolmonoxidevergiftiging. En dus lieten de meeste mensen nieuwe apparaten installeren. Met een nieuwe, moderne cv-ketel ben je veilig. Maar dat is niet zo. Want deze nieuwe en goed onderhouden ketels zijn vaker de boosdoener dan het oude gijzertje in de badkamer. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dan denk je toch dat je je zaakjes goed voor elkaar hebt. Je hebt een nieuwe cv-ketel hangen en laat hem elk jaar netjes controleren. Maar dan nog ben je niet veilig, volgens dit rapport, voor de sluipmoordenaar die koolmonoxide heet. Ik voelde me duizelen. Ik merkte dat ik niet goed kon praten. Dus toen riep ik mijn man. Ik zei, Ronald, ik voel me helemaal niet goed. Kwam hij mij ophalen en bam, hij ligt op de grond. Helemaal bewusteloos. Ik praat tegen hem. Hij reageert niet meer. En toen zijn we met loeiende sirene weggebracht. Het probleem is naar ons inziens groot. Op dit moment constateren we dat 5 tot 10 mensen per jaar overlijden. En wij schatten dat het werkelijke aantal doden gewonden een factor 3 tot 5 hoger ligt. Dus dan kom je toch tot aanzienlijke aantallen. Nou, dit is de boosdoener. En wat was er mee aan de hand? Het was een nieuwe ketel, helemaal goed aangelegd volgens mij. Maar dit zat niet goed hierin. Het moest steviger vastgezet worden. Dit is echt bij het aanleggen, is er dus iets misgegaan. Wat we hebben geconstateerd is dat niet alle installateurs even goed werken. In het verleden was het zo dat er allerlei overheidsvoorschriften waren. Dat er, als je ging verhuizen, kwam het gasbedrijf langs om de installatie opnieuw te keuren. Dat zijn allemaal dingen die verdwenen zijn. Die zijn vervangen door een eigen verantwoordelijkheid van de sector, waarvan wij zeggen, die eigen verantwoordelijkheid wordt onvoldoende waargemaakt. Er worden in Nederland geen eisen gesteld aan iemand die een onderneming begint. Dus er worden ook geen eisen gesteld aan iemand die zegt, ik ben installateur en ik ga deze werkzaamheden beginnen. Elke beunhaas mag mijn cv-ketel ophangen. Sterker nog, u mag het ook doen. Daarom gaan wij maatregelen nemen. Daarom pleiten wij voor een uniforme erkenningsregeling. Waarin ook met name het aspect van controle is opgenomen. We hebben een sonde waar dus de CO2-percentage mee wordt gemeten. Ook de fabrikanten van de ketels moeten actie ondernemen van de onderzoeksraad. Zij zouden een systeem kunnen inbouwen in die ketels, zodat die automatisch afslaat als er koolmonoxide vrijkomt. Maar volgens de fabrikanten ligt het toch vooral aan het ontbreken van kwaliteitseisen voor de installateurs. En zijn er daardoor in Nederland meer incidenten dan in andere Europese landen.
En denkt u nu, ik heb een koolmonoxide-melder, dus ik zit wel goed, dan heeft u het ook mis volgens de onderzoeksraad. Want 40% van die melders kwam niet goed uit een Europese test. Ze gingen niet op tijd af, bijvoorbeeld. En daarom moeten ook voor die apparaten wettelijke eisen komen, zegt de raad. Ander nieuws over gas komt van de Raad van State. Die vindt dat de gaskraan in Groningen verder dicht moet. Bewoners, ondernemers en gemeenten klagen al tijden dat minister Kamp te veel gas uit de grond haalt. De Raad van State geeft de bezwaarmakers nu gelijk. Bingo. De minister wordt terecht gewezen dat hij met de veiligheid van ons burgers in Groningen onvoldoende rekening gehouden heeft. And that's the point. Hij is een van de velen die bezwaar maakte tegen de gasbesluiten van minister Kamp van Economische Zaken. Die draaide de gaskraan een beetje dicht, maar volgens veel Groningers niet ver genoeg. En de rechter geeft ze gelijk. De motivering voor de keuze om van een relatief koud jaar uit te gaan, want dat heeft de minister gedaan, is onvoldoende. Minister Kamp gaat bij de hoeveelheid gas die nodig is uit van een koude winter. Maar hij moet uitgaan van een gemiddelde winter, zegt de rechter. Want dan heb je in plaats van 33 ineens nog maar 27 miljard kubieke meter gas nodig. En de minister houdt ook te weinig rekening met de veiligheid van de Groningers, zegt de Raad van State. Daar is de minister uitgegaan van een vergelijkbaar risico voor de inwoners van Groningen als de inwoners van de grote rivierengebieden hebben op overstroming. Maar uit de stukken blijkt dat het risico dat de inwoners van Groningen lopen op aardbeving veel hoger is. Sommige bezwaarmakers vinden de rechter nog niet streng genoeg. Wij zijn best wel een beetje blij, maar het draait bij ons zeer om de veiligheid. Het is niet te onderschatten hoeveel mensen in Groningen zich daar zorgen om maken. En wij krijgen maar op één manier de veiligheid weer terug. En dat is als de gaswinning naar nul gaat. Het gaat dan nu naar 27. Dat is ook weer niet zo'n heel groot verschil. Het is pure winst. Het gaat erom dat aangetoond is dat de minister onvoldoende rekening gehouden heeft met de veiligheid van de burgers. En dat deze Raad van State geen verdere uitspraak doen. Het zij zo, maar hij geeft wel een hele richting aan. En die richting is niet omhoog, die is naar beneden. We got it. Minister Kamp volgt de uitspraak van de Raad van State. Hij houdt het voor dit jaar op 27 miljard kubieke meter gas. Wat de gevolgen zijn voor de gaswinning in de toekomst wilde hij nog niet zeggen. We hebben onderzoeken laten instellen dit jaar die nu bijna afgerond zijn. En op basis van die onderzoeken en een advies van staatstoezicht op de mijnen en natuurlijk daarbij betrekken de uitspraak van de Raad van State, zal het kabinet eind van dit jaar een besluit nemen over die gaswinning in het volgende jaar. En volgens Haagse bronnen moet het kabinet rekening houden met een tegenvaller van 1 miljard euro als de gaskraan verder dichtgaat. Want de gasinkomsten lopen dan natuurlijk terug. Ieder jaar neemt het aantal verkeersdoden af. Maar het aantal mensen dat zwaar gewond raakt na een ongeluk neemt juist toe. In 2014 raakten meer dan 20.000 mensen ernstig gewond. Een stijging van 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het zijn vooral fietsers die het slachtoffer worden. Er wordt steeds meer gefietst in Nederland. Met name ouderen komen vaker ten val en raken steeds vaker ernstig gewond. Niet door aanrijdingen met automobilisten, maar door paaltjes of gaten in de weg. Het meest lichte geval is eigenlijk iemand die bijvoorbeeld van zijn fiets valt, zijn been breekt, in het gips een paar weken last van heeft, niet kan werken, maar dan daarna gewoon alles weer kan. Maar je kunt ook mensen hebben die hun heup breken en daarna hun hele leven lang in een rolstoel moeten zitten of een dwarslesie hebben. Tot zelfs aan toe dat mensen, als ze na meer dan 30 dagen overlijden, dan is het formeel geen verkeersdoden meer, maar ernstig verkeersgewonden. De Fietsersbond pleit vooral voor betere fietspaden en veiliger wegen om het aantal slachtoffers terug te brengen. Dit is zo'n gemengde weg, een grijze weg zoals ze dat noemen. En die zijn er in heel veel steden en daar gebeuren heel veel ongelukken. Je moet die eigenlijk of 30 kilometer doen. Of vrijliggende fietspaden maken. Dan kun je het aantal ongelukken behoorlijk reduceren. Meer geld voor fietsveiligheid levert namelijk ook geld op. Kijk, het is nu ook niet gratis. Al die ernstige verkeersgewonden, dat kost de maatschappij 5 miljard per jaar. Dat is ook een heleboel geld. Daarnaast heb je toch ook nog de andere helft, waar wel auto's bij betrokken zijn. En dan zie je dat met name binnen de bebouwde kom heel veel mensen nog veel te hard rijden. Dus we zullen ook bijvoorbeeld de pakkans voor snelheidsovertredingen proberen te verdubbelen. En we gaan naar het weer met Marco. Paard had last van wind tegen, of niet? Nee, ik denk dat hij minder rug had. Maar dat is even schatten. Dan moet hij in noordelijke richting over het strand gegaloppeerd hebben. Het was even ook een wat rustigere periode vanmiddag na de storm van vannacht. Maar inmiddels is de wind weer aangezwollen tot
Windkracht 8, af en toe zelfs een 9 op de Wadden. En uitschieters in de buurt van 100 km per uur heb ik ook alweer gezien. Deze foto is in Katwijk gemaakt. Nou, dat onstuimige weer, dat hebben wij te danken aan lage drukgebieden in onze omgeving. En die trekken ook de komende uren, de komende 24, 36 uur nog steeds in onze omgeving langs. Er lag er vanmiddag eentje boven Schotland. Dat lage drukgebied trekt geleidelijk aan verder en zal morgen over Scandinavië komen te liggen. Nou, dat neemt dan ook nog storingen met zich mee in de vorm van wat buien. Dan is het weer wat rustiger, dan komt er weer een nieuwe storing onder ons door, waar de zuidelijke provincies al last van hebben. En dat gebied trekt dan weer Duitsland in, trekt ook over België. Nou, het is sowieso heel onrustig met wind, met van tijd tot tijd regen. En op zich ook nog vrij hoge temperaturen. Hoewel het in het noorden van Europa wel kouder wordt. In Scandinavië, in Trondheim bijvoorbeeld, maar net boven nul. 6 graden in Helsinki en in Lapland vriest het gewoon. Nou, en heel voorzichtig komt die koudere lucht wel wat dichterbij. Maar dat gaat erg traag. In onze omgeving is het nog steeds zo'n 15, 16 graden. Zeker als we net ten zuiden van Nederland komen. En in het Middellandse Zeegebied is het gewoon nog 20 graden. Soms zelfs wat warmer. Nou, in onze omgeving dus wisselvallig weer met stevige buien, ook op dit moment. En die buien trekken van west naar oost over het land. Dat zijn echt felle exemplaren die vanaf de Noordzee zo over ons land trokken. Heel hard regent het dan en bij die buien schiet de wind ook behoorlijk uit. Vannacht gaat dat wel zo door. In het noorden blijft het hardst waaien. Vooral in het Waddengebied misschien zelfs af en toe eventjes een windkracht 9, een storm. Hoofdzakelijk zal het een windkracht 8 zijn. 11 graden de minimumtemperatuur. Dan neemt morgenochtend de wind wel langzaam af. Er vallen nog steeds buien, met name in het midden en noorden. Dan wordt het later wat droger en dan gaat het in het zuiden weer regenen. En 12 graden is nog steeds zacht, maar dan gaat de temperatuur omlaag. Vrijdag naar 9 graden, in het weekeinde een graad of 6. En in de nacht komt het kwik dan dicht bij het vriespunt. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal. Volgens verschillende media is het brein achter de aanslagen in Parijs gedood bij een grote inval vanmorgen net buiten de Franse hoofdstad. Maar justitie bevestigt het niet. In Nieuwsuur straks meer over Parijs. Terrorisme-deskundige Beatrice de Graaf is in de studio. Om 10 uur, NPO 2. Fijne avond.